deze video ga ik Job een beetje in de maling halen. Job ziet heel erg vaak op zijn telefoon voor Robux. Behalve als hij een plaspauze heeft of gaat eten. Het is bijna lunchpauze en ik denk dat ik daar op zich mijn kans ga pakken. Wat ik graag wil doen is in Roblox zijn karakter een beetje aanpassen. Een beetje kleurrijker maken op mijn eigen manier. Maar daarvoor moeten wij zijn telefoon hebben. En die heb ik niet, want Job is hier continu te spelen. Job? Ja. Wat ben je weer aan het doen? Begint met R. Begint met R en eindigt op Roblox. Ben je Roblox aan het spelen? Nee. Ja, ja, een beetje. Ik ben aan het winnen. Wat ben je aan het spelen nu? Ik moet proberen te ontsnappen uit de gevangenis. Ik weet niet waarom ik er zit, maar ik zit er. Maar het lukt. Ik heb een gat gevonden in de muur. Oké. Waarom zijn die coils zo duur? Ik wil gewoon hoog kunnen springen spel. Wees gewoon aardig. Ben jij aan het doen? Ja, ik weet niet. Ik was eigenlijk aan het wachten op jou, maar ik zie dat je Roblox speelt en ik heb eigenlijk ook wel zin gekregen. Misschien ook wel eens spelen. Ik heb een idee. We gaan samen de nieuwe Wipeout hobby spelen. Hij schijnt lastig te zijn, maar we kunnen do this. Nou, dat klinkt wel leuk. Tenzij jij weer vals speelt. Wacht even, Job. Jij speelt altijd degene die vals speelt. Hoezo speel ik vals als ik een jetpack haal waarmee ik gelijk naar de finish kan? Ja, dat is een beetje. Ja, Job, want inderdaad, ik koop geen Robux. Nee, ik koop niet. Soms, meestal. Is hier iemand voor mij en die vindt het zo leuk om stil te blijven staan op de plek waar ik doorheen moet. Het is alsof het een lantaarnpaal is, maar dan zonder lantaarn. Dat is echt heel nice. Het is heel verleidelijk om skip stage te doen. Iets in mij zegt, het vuurtje in mij zegt dat ik het niet moet doen. Ik moet het halen vanuit eigen wil en kracht en overbruggingen. Ja, dat snap ik. Heb je Robux opgestart? Ja, ik ga hem zo opstarten. Maar dus niet skippen, hè? Gewoon doorgaan. Ik zou nooit skippen. Ik bedoel, kom op. Ze noemen me niets voor niets Mr. Skip in Roblox. Ik skip soms wel een level. Oh. Kan je zo heel even, dat zou ik zo lief vinden, even een broodje voor me smeren? Nee, joh, die mag je zelf smeren. Wat wil je graag eten dan? Weet ik niet. Misschien iets wat gedeeltelijk gemaakt is van cacaopoeder, melk, boter en wat zit in een pot met een witte deksel en waar het Nutella logo op staat. Misschien, heel misschien. Oh, je bedoelt Nutella? Nou, als jij het zegt en je drinkt zo aan, ja graag. Ja, maar ik ga hem niet maken hoor. Ik heb honger, hè? Nee. Je bent al heel lang aan het spelen, Job. Omdat ik zit vast in een Roblox gevangenis. En hoe had ik nou kunnen weten dat ik vast zit in een Roblox gevangenis, terwijl er alleen maar staat prison hobby? I don't know. Dus je bent gevangen in Roblox? Niet voor lang. Ik ben aankomst. Alleen het is een hele langdradige hobby, dus ik zit ongeveer al 50 keer bij dezelfde bewaker. Even broodjes smeren. Ja. Tot zo, Job. Tot zo. Maak jij ook iets voor mij? Met wat wilt mevrouw Soraya een broodje? Nou, doe maar een wit broodje Nutella. Oeh, jij? Jij bent voor mij. Oké, jongens, ik heb Job zijn telefoon en ik zit in Job zijn kledingkast. Kledingkastbed. Ik heb geen idee, maar ik ben wel op zijn Roblox account. Ik ben echt een noep. Goed, we zijn bij de catalogus waar je alles kan kopen en zien wat je wilt hebben. En we hebben je. Hij is kleurrijk, daar kan ik niet iets over zeggen. Maar ik vind het niet mooi. Laten we kijken. We hebben een blond French hair. En dit lijkt een beetje op Elsa. Mislukte Elsa, als ik eerlijk mag zijn. En dit ziet er best wel grappig uit, als we eerlijk moeten zijn. Ik heb het trouwens zo zetten. En dit lijkt op Elsa. Ik vind er niet helemaal tip-top in orde uitzien. We hebben ook, even kijken, we hebben ook zwart haar met een bandje in. Het is niet echt iets voor Job, maar zou Job het mooi vinden? Ik heb geen idee, maar laat ik verder kijken. We hebben ook dotjes. Lieve dotjes voor Job. Zou hij dat niet mooi vinden? Ik heb geen idee, maar het ziet er wel schattig uit. Like als je dit schattig vindt. Nou, we hebben, we hebben toiletpapier. Ja, we hebben toiletpapier. Hè. Het is gewoon in het toiletpapier. Maar ik vind het niet echt helemaal staan. Goed, wat hebben we meer? Oh, we hebben pink, we hebben roze vleugels. Misschien vliegt hij weg van de hobby waar Job altijd speelt. En dan heb ik meer tijd met Job om met ponies te spelen. Dat is het. Dat moet ik gewoon doen. Vleugels halen. Ja, dat is niet zo slim. Volgende. Even kijken. Oh, we hebben een sparkling angel vleugels. Maar ze zijn wel heel duur. Ze zijn 1000 Robux. Laten we dat niet doen. Ik wil niet zomaar aan Job zijn Robux zitten als het niet mag. Dus we houden het normaal. Maar ze zijn wel heel mooi. We hebben ook emotes. We hebben emotes. Dansjes.
Goed, we hebben fashionable. Oeh. Past alleen niet echt bij... Ja. Nee, ik vind het er niet echt bij passen. Hebben we iets anders? We hebben dizzy. Dat is Job wanneer hij straks terugkomt. En zijn nieuwe karakter ziet. Dan is hij dizzy. We hebben around town. Woe. Yeah. Die hebben wij als wij een leuke Roblox karakter van Job hebben gemaakt. Maar hij is ook erg prijzig, dus laten we dat maar eventjes voor wat het is. Ik zoek toch echt iets dat bij ons past. Je hebt de T. B. Monkey. Oeh. Oh, die vind ik leuk, de monkey. Ja, ik wil de monkey. Gaan we de Roblox halen? Roblox. Jeetje. Je kunt zien dat ik nooit Roblox speel. We gaan de monkey gewoon halen. Like in 3, 2, 1 voor monkey. Woe. Bye. Hey jongens, we hebben het eerste item gekocht. Maar het valt wel mee, want het is maar 25 Robux. Dus dat valt nog mee. We zijn aardig. We gaan verder, want we moeten ook nog iets hebben dat Job zijn outfit verandert. En dat is belangrijk, want Job moet wel terugkomen en denken, hey, die lijkt niet op wat ik net heb gedaan. Dat lijkt niet meer op mijn watermeloenhoofd en... Oh, vintage glasses. Dus ouderwetse brillen. Hij lijkt er best slim mee. Maar maakt deze brillen eigenlijk hem ook wel slimmer? Ik denk het niet, dus laten we niet gaan voor de brillen. Ik zag iets. Piggy head! Oh, het is roze. Het is groot en opvallend. Geen watermeloenkapsel meer. Geen groen gezicht meer. Wat wil je nog meer? Een roze karakter. Ik vind deze heel leuk. Hij is wel een stukje duurder dan de monkey dance. Of hoe dat die ook ging. Hij is 75 Robux. Ik denk dat het nog meevalt. Ik heb totaal geen idee. Als Job terugkomt en zegt 75 Robux. Dat is erg duur. Dan denk ik, sorry Job. Maar ik vind hem er heel erg leuk uitzien. Laat me weten in de comments. Vinden jullie deze lief? Ik vind hem heel lief. En ik wil hem eigenlijk halen. We gaan hem pakken. 3, 2, 1. Oh, gaan we kopen? Wear it. Buy them. We hebben gewoon letterlijk nu een watermeloenpak met een cheesecake burgerbroek en een varkensgezichtje met een stukje watermeloen die eruit komt. Dus hey, Job heeft zijn aandeel op zich nog wel. Ik ben erg benieuwd wat Job eruit van vindt. Ik ga nu zijn gezin terugleggen voor hij terug is. En ik ben erg benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Intergalactisch met engelen. Soraya, ik heb goed en slecht nieuws. Oh, wat dan? Het goede nieuws is dat mijn telefoon nog aan staat. Yay, Roblox! En het slechte nieuws is, ik smeerde jouw broodje Tella. Ja. Maar tijdens het proces kreeg ik trek en nu is die weg. Job, maar... Sorry! Maar... Jij wou geen broodje voor mij maken, dus... Ja, maar daar gaat het niet om. Je hebt toch net jouw broodje gemaakt? Ja, en die van jou. En ik heb ze beide... Maar waarom maakte je dan geen nieuw? Ik weet... Wow! Wat? Wat dan? Ze hebben een... Wat? Ze hebben een obby met 400 levels. Oh. Mega easy obby. Ja, maar daar krijg ik mijn broodje niet mee. Wat? Nee. Maar ik heb jouw broodje al. Weet je, zie je het zo? Ik heb de koumoeite. Al gedaan. Voor jou gedaan. Inderdaad. Even kijken. Wat is dit? Iemand staat voor mij met een varkenshoofd. Echt? Oh, dat lijkt wel Piggy. Wat is dat? En hij heeft letterlijk dezelfde kleding als mij aan. Ah! Ah! Ik ben het! Jij? Yeah. Wow. Wat is dit voor obby? Ha! Ha! Hé, wacht, ik meen het oprecht, Soraya. Wat is er? Ik heb wel eens een keer eerder een creepypasta op het internet gelezen over dat bepaalde obby's je skin kunnen glitchen. Report bug. Type your bug. Ik ben een piggy. Hé? Je hebt piggy op. Ik ga dat niet reporten, want dit kan niet aan de obby liggen. Wat is dit? Dit is zo raar. Oké, wacht, laat me even in de shop kijken. Easy mode. 25 Robux. Hé, wacht even. Hè? Oké, wacht. Dus ik heb Piggy is een creepypasta. Het is een soort van Peppa Pig.exit. Oh ja, maar dat ken ik. Ik ben 100 Robux kwijt. Hè? Hoe dan? Dat weet ik niet. Maar ik speel ondertussen gewoon verder. Als ik afga, zie ik letterlijk dat ik mijn gezicht kwijt ben. Ik ben Piggy! Wacht eens even. Ik zag geloof ik in de Roblox-catalogus dat Piggy ook een hoofd heeft wat te koop is voor 70 Robux of zo. Waarom was mijn telefoon net al aan en ik...
Waarom stond ik bij games? Ik zat nog in een prison lobby. Soraya. Ja? Soraya, heb jij net aan mijn telefoon gezeten? Nee, natuurlijk niet, Joop. Hoezo? Omdat mijn telefoon aanstaat en ik heb een... Ik heb een Biggie hoofd! Dit is niet mijn hoofd, dit is Biggie! Het klopt niet! Nou, dat is misschien een fout van Roblox zelf. Oh, en die fout heeft toevallig 100 Robux weggehaald? Soraya. Ja? Ik heb jou laatst laten zien hoe je de Roblox-catalogus kunt gebruiken. Kan ik me niet herinneren. Soraya, dit was gisteren, Soraya! Kan ik me niet herinneren. Soraya, kan jij je herinneren wat je 2 minuten geleden hebt gedaan? Nee. Soraya. Ik heb sterk het vermoeden dat dit Biggie-gezichtje... Roblox aan iets anders vanuit gaan en emotes kosten 5. Wat raar, Job. Soraya, jij hebt dit gedaan. Soraya! Waar heb je het over? Ik ben zo blij dat ik geen broodje voor jou heb meegenomen. Alles valt op zijn plek. Nee, weet je hoe dat komt? Dat komt omdat je geen broodje hebt meegehaald voor mij. Als je een broodje had gehaald, had je geen Biggie hoofd. Tuurlijk wel, je deed het terwijl ik het broodje scheerde. Al had ik 10 broodjes meegenomen, dan was dit al. Dat is niet waar, dat is omdat ik wist dat je geen broodje ging brengen. Dat is de reden. Ik ben roze en ik ben er blij mee. Ik ga elke keer af. Maar heb je gezien wat je voor 50 euro hebt gekocht? Ja, een emote waarschijnlijk, maar dat kan ik vanaf hier niet checken. Oh. Het zal vast fantastisch zijn. Hij is echt, weet je hoe hij noemt? Nou? Monkey. Oeh, a. Nee, dat doet hij. Hij doet een leuk dansje voor jou. En Job? Wat vind je ervan? Roze. Ga je hem houden? Misschien. Doei!